Hallo allemaal, daar zijn we weer met weer een video over de lezen en schrijven. Elke dag, elke nieuwe dag, een nieuw project zou je bijna zeggen. Dat is niet waar natuurlijk, want op enig moment weet ik ook niet meer wat ik ga maken en dan zullen er ook niet zo heel veel video's meer over verschijnen. Alhoewel, dat weet je ook maar nooit bij mij, want ik ben redelijk actief. Vandaag gaan we glas etsen. We gaan dus glas voorzien van een afbeelding. Geen foto's. Foto's gaat niet werken, maar je kan daar heel goed een bijvoorbeeld een tekening van het internet downloaden die in Lightburn laten overtrekken. Die heeft daar een hele mooie functie voor, dat programma namelijk. En dat kan je dan vervolgens gaan laseren of gaan etsen op dat glas met behulp van je laser. Het lijkt heel erg veel op de methode van acryl. Bij acryl, ik weet niet of je het kunt herinneren, maar hebben we een ijzeren plaat die we met grijze primer paint volspuiten, of althans het gedeelte wat we willen gaan laseren. We focussen hem ook op die ijzeren plaat. En vervolgens leggen we daar het acryl op en dan gaan we laseren met een bepaalde speed en een bepaalde power. En wat er dan gebeurt is dat op die achterzijde van die acrylplaat er een chemische reactie plaatsvindt tussen die grijze verf en die acrylplaat. En dat allemaal onder de hitte van de laser. Daarvan krijg je dus hele mooie afbeeldingen. In mijn video's zit een video over bijvoorbeeld een acrylic sign die je dan met LED-verlichting kunt belichten. En dat is natuurlijk ontzettend mooi om te maken. Dit is mijn allereerste poging op glas, dus als het misgaat, dan gaat het mis. Het zij zo, ik kan er ook niks aan doen. De methode die gebruikt wordt bij glas is nagenoeg hetzelfde. Één kant van het glas doe je voorzien van verf. Alleen dit keer geen spuitverf, dit keer gebruiken we tempera en bij voorkeur zwart. Zwart namelijk weerkaatst. En zwarte tempera zou je zeggen, wat is dat tempera? Dat is eigenlijk de waterverf die ze op school gebruiken. En ik zou je zeggen, ik heb een fles van een liter of van een halve liter of zo gekocht bij de Big Bazaar. Dat is een goedkope winkel hier in Arnhem. En ik geloof dat die €3,29 kostte. Nou, ik weet niet. Het belangrijkste van die verf is, en dat is het fijne ervan, is dat het simpelweg waterverf is. Dus als je straks klaar bent, kun je het restant van de verf, want dat moet je doen, die haal je eraf simpelweg onder de kraan. Het is niet giftig en het is waterverf, dus je kunt het gewoon afspoelen. Dus wat doen we? We doen een stuk glas voorzien van zwarte tempera verf. Het mooiste is te doen omdat met een paintbrush, maar die heb ik niet. Dus ik ga dat doen met zo'n sponsje, kwastje zeg maar. En probeer dat zo gelijkmatig mogelijk te doen. Dat is moeilijk genoeg, dat kan ik je vertellen. Vervolgens gaan we hem met die zwarte zijde naar onder. Dus we doen ook focussen eronder. We doen eronder focussen. En dan met de zwarte zijde naar onder de laser daarop africhten en dan de afbeelding erop laseren, CQ etsen. En dat zou dan dus moeten werken. Nogmaals, ik heb er nog geen ervaring mee, dus we gaan zien hoe dat gaat lopen. Ik heb ervoor gekozen om zometeen de laser 90% power te geven en 500 mm per minuut. Ik ga je het proces een heel klein beetje laten zien. Ik ga je eerst even een glasplaat laten zien die beschilderd is. En dan kom ik straks bij je terug als ik hem ga leggen op de op het werkblad van de laser, dat kan ik nog niet. Want als we hem gaan schilderen, zullen we die temperaverf moeten eerst drogen. En dat kan je versnellen eventueel met een heat gun of met een haardroger. Alleen, ik heb geen zin om een heat gun erbij te pakken. Laten we maar gewoon wachten tot het droog is. De hele dag de tijd, dus dat scheelt. En dan gaan we kijken of we die afbeelding daarop kunnen krijgen. We gaan eens even kijken naar dat glas. Om glas te kunnen graveren hebben we natuurlijk om te beginnen glas nodig. Ik heb hier een heel dik stuk glas liggen van een schap die we ooit op het toilet hadden. Ik heb namelijk verder geen glas thuis liggen. En ik heb daar ongeveer een oppervlakte van 16 bij 16 centimeter heb ik ingewreven met zo'n schuim. Even erbij halen. Zo'n schuimsponsje met de verf die ze op scholen gebruiken. Voorbeeldje daarvan, het merk Primo. Dit is tempera verf. Is eigenlijk gewoon waterverf. En daardoor ook heel makkelijk te verwijderen.
Dan moet je dat zo egaal mogelijk hierop smeren. Dat is vrij moeilijk, zoals je misschien al wel zien kunt. Maar goed, ik zie ook mensen, alleen ik heb dat niet, die dat met een paintbrush doen. Dan krijg je natuurlijk nog een mooier geheel. Van tevoren het glas even goed schoonmaken met alcohol of aceton. En dan is het klaar om te laseren, tenminste als het gedroogd is. En daar wachten we nu op. Vervolgens gaan we een lightburn, een afbeelding maken. En die afbeelding, dat kan ik alvast zeggen, die gaan we laseren met een snelheid van 500 mm per minuut. En 90%. De video's op het internet die schrijven over 1000 mm per minuut en 100%. Maar ik wil mijn laser niet te veel belasten. Vandaar dat ik hem normaal gesproken niet op 100% laat draaien. Dus 90%. En ik gebruik 500 mm per minuut. Kan wat mij betreft niet langzaam genoeg zijn. En daarmee gaan we de afbeelding straks hierin graveren. En dan gaan we het resultaat later bekijken. Zo, daar zijn we dan. We gaan beginnen met het laseren van het glas. Het heeft een tijdje geduurd. Het is inmiddels donker, maar het glas is nagenoeg droog. Wat mij betreft droog genoeg. Zoals je ziet, ik heb hier een spoilboard in liggen. Dat is een houten, een MDF-bord. Ze noemen dat niet voor niks een spoilboard. Vandaar ook de schades die je ziet. Het is echt een bord wat zeg maar beschadigd mag worden. Het is meer om bescherming voor wat eronder zit. In dit geval is dat toevallig ook een plaat. Maar in dit geval ga ik er toch een metalen plaat onder leggen. En waarom doe ik dat? Ik weet van de acrylversie is dat zeg maar, je daarmee die metalen plaat met grijze primer deed bespuiten. Om een goed resultaat te krijgen. Ik weet niet in hoeverre de laser door het glas heen gaat. Het komt weliswaar op dat zwarte tempera verf terecht. Maar in hoeverre het daardoor heen gaat. Om te voorkomen dat het, zeg maar, het spoilbord nog verder gespoild wordt. Wat sowieso gaat gebeuren, alleen misschien niet nu, ga ik toch een metalen plaat leggen. Ik ga diezelfde metalen plaat gebruiken die ik gebruik voor acryl. En die heb ik aan één kant van het plaat heb ik die grijs gemaakt en aan de andere kant is die blank. Dus ik ga het blanke gedeelte erin leggen. En dus dit is alweer grijs geschilderd voor de volgende acrylversie die ik wil doen. Het maakt eigenlijk niet uit of die recht ligt of niet. En wat dan belangrijk is, ik kan hier natuurlijk nu het glas gaan opleggen, maar dat is even niet zo handig, want we moeten de hoogte focussen. En de hoogte eigenlijk gaat zo ongeveer deze plaat zijn. Dus wat pak ik? Ik pak mijn stalen cilinder. Ik beweeg mijn printkop daar naartoe. Ik weet niet hoe hoog ik zit. Oh, ik zit sowieso al niet zo gek veel te hoog. Maar ik ga de printkop laten zakken tot op de cilinder. En dan draai ik hem vast. Vervolgens haal ik de cilinder eronder uit en ik plaats de laserkop terug in zijn home positie. Nu kan ik zeg maar de glasplaat erop gaan leggen. Dat ga ik dan ook doen. Even kijken, hier komt de glasplaat. We draaien hem om, hè. Dit is de geschilderde kant die we hier zien. Hij is niet helemaal droog, maar voor mij droog genoeg. Dit is de geschilderde kant, maar we draaien hem dus om. Ja? We gaan hem dus op deze manier erop leggen. Dat moet ik even organiseren. En dan loop ik al gelijk tegen een probleem aan, zie ik. Dat moet ik dan even opzien te lossen. Ik heb namelijk ruimte nodig om het object op te laseren. En ik heb aan de achterkant zit mijn serrewand. Dus ik draai de camera nu even. Volgens mij zit ik nu weer wat beter in het beeld. Ja, oké. En anders zou ik zeg maar niet op die plaat zitten en noem maar op. Nou, oké. Okay. Ik heb mijn file inmiddels voorgezet in Lightburn. En dan ga ik in Lightburn beginnen met het kadreren van het printobject. Oh, de laser nog niet aangesloten. Oké, okay, dat moet ik eerst eventjes koppelen. Nu wel. Nu kan ik hem kadreren. Oké, okay, gelukkig kunnen we nog iets naar beneden, zie ik. Maar dat gaan we even doen met de fire button. Het Lightburn. Overigens, je zult je afvragen, je ziet dat nu allemaal niet in Lightburn. Maar ik ben echt van plan nu binnenkort te beginnen met een serie over de werking van Lightburn. Wat ik met die fire button doe, is zeg maar de stip van de laser op het glas zetten. Zodat we zometeen kunnen beginnen met het laseren. Vervolgens ga ik toch nog even kadreren, want ik wil natuurlijk graag dat die welkeurig recht gaat laseren. Dus ik ga even kijken.
Hij is nu niet helemaal recht. Oké. Hij moet even zien, hij moet iets omhoog. Iets draaien. Even kijken hoe die nu ligt. Zo far zo goed, nu zit hij ernaast. Dat is goed. Nou, dat beetje ernaast is niet zo verschrikkelijk. Dan kan ik hem nu gaan starten. En dan gaan we dat laseren zien. Als we met dat laseren bezig zijn, zal ik op enig moment de camera stopzetten om u niet het hele laserproces te laten zien, want dat is natuurlijk super saai. Maar daar gaat hij. Hij lasert op het glas dus, maar in werkelijkheid lasert hij eigenlijk eronder. Hij lasert op de temperaverf. Ik heb al aangegeven, dit is voor mij ook een eerste keer dat ik dit doe. Dat betekent dus dat ik geen idee heb hoe het eruit gaat komen. Dat gaan we zien. Maar ik zie al, dat kan ik nu al zien, dat hij daadwerkelijk reageert op die temperaverf. Nou, we laten hem lopen. En we gaan straks het resultaat te zien krijgen. Dat gaat niet eeuwig lang duren. Dat valt in dit geval redelijk mee. Tot straks. Zo, inmiddels is het laserwerk klaar. En als we op de voorkant kijken, is dit natuurlijk een prachtig resultaat. We zien wel dat de verf niet overal goed is dekkend geweest. Maar het gaat even om het idee. De kunst nu is de verf die erop zit, want ik heb hem nu omgedraaid, dat kun je zien. Hier zit dus die, die tempera verf op. En die moet eraf. En dat gaan we doen onder de kraan. Daar gaan we. En we beginnen gewoon met het water eroverheen te laten lopen. Het hoeft niet eens te poetsen. Je ziet eigenlijk al dat het er langzaam maar zeker afloopt. Zo. Ik weet niet of moeder de vrouw dit leuk vindt, maar ach ja, het is met mij gevrouw, dus het moet iets. Hè? Zullen we maar zeggen. Het is dus waterverf, het is niet schadelijk, het is specifiek voor kinderen. En derhalve kan er eigenlijk niks bijzonders gebeuren als hooguit dat je spoelsteen, je roodsteen wat te vuil wordt, ja, die moeten we dan schoonmaken. Dat zij zo. Nou, even de vingers eroverheen. Iets te versnellen allemaal. Nou, dat valt nog wel tegen in die hoek, maar oké. Oh, de camera valt bijna om. Zit hem dat in? Misschien zit het aan de andere kant, hè? Dat zou kunnen. Ah ja, het is omdat het op twee zijden zat, een klein beetje. Dat is waarschijnlijk doorgelopen. De kant. Even omdraaien. En ook hier hebben we twee zijdes waar we wat mee van doen hebben. Nou, laten we dit verder even schoonmaken. Ik zal je met zo meteen het resultaat laten zien. Dus even een momentje. En dan tot slot het resultaat.
En inderdaad, afgezien van plekken waar de verf niet helemaal goed erop zat, werkt de methodiek dus geweldig. En dit is geëtst. Dit is dus niet een kleurtje wat erop aangebracht is, wat vervolgens verwijderd kan worden. Dit zit er permanent op, permanente marker. En op deze manier kan je dus op een hele mooie manier glas etsen. En dit was de truc die ik je eigenlijk vandaag wilde laten zien. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag.